Vandaag 27 februari vond de onthulling van het Bord Saramaka Kanaal project plaats. Wij brengen in beeld mevrouw Silvani Kasampawiro, directeur van Internationaal Infra NV en de minister van Openbare Werken. Bij deze mijlpaal, waar wij markeren het einde van sectie 5 en het begin van sectie 4 van het Saramaka Kanaal project, middels het onthullen van het projectbord Saramaka Kanaal. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan het ministerie van Openbare Werken voor het toevertrouwen van het Saramaka project aan International Infra NV. Dank aan de Wereldbank, Royal Haskoning DHL en ILACO Suriname NV. De directeur van ILACO, meneer Patendien, dank u wel. Projectmanager meneer Blendman en het hele team die er elke dag is om samen met International Infra dit project tot een succes te maken. Dank u wel. Als directeur van International Infra sta ik vandaag voor u om de start van sectie 4 van dit project aan te kondigen. Sectie 4 is 7,4 kilometer lang en eindigt in de buurt van de Kameelbrug. Dit is een belangrijk mijlpaal in de voortgang van dit project, dat uiteindelijk zal leiden tot een betere ontwatering, irrigatie en transport in de regio. Wij zijn vereerd om deel uit te maken van dit belangrijk project, dat ongetwijfeld een positieve impact zal hebben voor de ontwatering. Dank u allen voor uw aandacht. Dank u allen voor uw aandacht. En laten we samenwerken om het Saramaka Kanaal project een groot succes te maken. De minister van Openbare Werken, minister Riyad Noor Mohammed, zegt dat dit een teken is dat het ministerie niet stil blijft, maar dat het ministerie werkt. DC, u bent hier aanwezig en we zijn in dit district Saramaka, want het kanaal loopt door uw district. En we gaan u ook vragen een handje mee te helpen, namelijk toezichtcontrole. U heeft ook jaren geklaagd met DNA-leden van dit district over ontwateringsissues. En we hebben beloofd om het step-by-step aan te passen. En dit project was, ik denk, iets voor 2018, hoor. Voorbereid of ready to start. Ik weet het even niet precies. En het is een gedurfde stap geweest. Laten we zeggen, van de regering. Mij als minister, met het team. Want als je een project met Wereldbank en IDB doet, moet je bloeddruk goed zijn, je suiker. Alle organen van je moeten goed werken, want om door het proces te gaan tot de oplevering is een zwaar, zwaar proces. Dat kan ik wel zeggen. Dat kan ik echt zeggen. Dus geduld. Andere mensen zijn weggerend voor dit project, toen het uitgevoerd moest worden. Anderen zijn weggerend voor dit project. Anderen hebben de hoop opgegeven. Maar we hebben gezegd vanwege, eigenlijk heeft Lid Jokita gezegd aan de sprekers, de urgentie maakt dat we onze schouders eronder moeten zetten. En daarom zijn we vandaag hier. We staan hier inderdaad voor het groter belang. Het groter belang is het ontwateringsprobleem en natuurlijk transport. Dat komt erbij. Maar ontwateringsprobleem is die grote zorg geweest. En inderdaad, meneer Jokki, ontwatering, misschien ga je geen stemmen krijgen. Maar we zorgen wel voor de veiligheid van het land. Toch de veiligheid van de burgers, veiligheid van de landbouwgronden, veiligheid van veeteeltgronden, van gebouwen, etc. En die kraning ga je zeker daarna krijgen. Toch? Niet nu, maar daarna zeker, 100%. Dus het team, hartelijk bedankt ervoor. Laat me teruggaan naar het ontwateringsbeleid. Dat is dat u hebt gemerkt een paar weken terug, hebben we een beetje grootschaliger het ontwateringsbeleid gelaunched. Maar we zijn niet in 2023 begonnen met ontwateringswerken. Vanaf 2020. Oké, 2020 misschien niet. Toen waren we failliet. Laten we dat gewoon eerlijk zeggen. We konden weinig doen met onze begroting. Eigenlijk niets doen met de begroting. De DC weet het ook. Ergens 2021-2022 begonnen we wel de eerste projecten op te starten. En ik weet 100% wateroverlast. In opdracht van de regering. Heel veel werkzaamheden uitgevoerd. Landelijk. Vanaf Marowijne tot Nikeri. Het was de grootste opschoonbeurt na zoveel jaren. Dat kunnen we 100% zijn. En vanaf toen zijn we bezig geweest step by step te onderhouden. Ik weet zelf
dat bleef goed in mijn geheugen. De ontwateringsproblematiek van Nikeri, de binnenstad Nikeri. Dat jaren onder water liep, 1 meter, is grondig duurzaam aangepakt. Bij het centrum gaat niet meer onder water lopen. En zo zijn we doorgaan, alle districten wat ontwateringswerken. En vandaag zijn we grootschaliger bezig. Sarawakkanaal-project is 1 van de grote projecten. Maar op dit moment, u hebt het gezien op de beelden, zijn we in Paramaribo-Waneke ook bezig met vervanging, vernieuwing van ontwateringswerken. Na jaren, na jaren, na jaren gebeurt het. Dit is het duurzaam beleid dat we elk jaar moeten voortzetten. Als we dat precies zo voortzetten, dan ben ik er heilig van overtuigd dat we landelijk waterbeheer onder controle gaan krijgen. Maar er is een tweede issue waarmee we zeker vorig jaar, dit jaar mee te maken hebben. Dat is die zeespiegelstijging. Het is een grote bedreiging aan het worden. Dus simultaan is het ministerie van OE ook bezig op sommige plekken waar het nu urgent is, de dijklichamen aan te pakken. Ik weet in Saramaka is dat de eigen beheer gedaan per diep. Ja toch, in eigen beheer hebben ze de dijklichamen meer verhoogd. En dat doen we in andere districten ook. Dus dat is de tweede grote bedreiging. Dus aan beide kanten werken we. En dat kost veel geld. We gaan kijken met de Wereldbank hoe we verder kunnen gaan. Maar u weet, de Wereldbank heeft gezegd, minister, begin dit project eerst goed op te starten. En dan komt er eventueel meer. Maar minister, in ieder geval vol lof. Ik heb net antwoord gehad, directeur, dat maandag het besluit genomen wordt over die issue. Het besluit is al genomen, maar maandag ontvangen we de brief. Dus ik vraag het ingenieursbureau om nog even geduld te hebben voor de continuering van dit project. Dus ontwatering is veelbelovend. Het is, ik denk, Lejogi, iets dat weinig regeringen hebben gedurfd aan te pakken. Deze regering, zeker ik als minister met het team van OE was altijd willing. Maar het zijn gedurfde stappen die we nu nemen om ontwatering duurzaam aan te pakken. Ik ga sluiten. Ik wil nogmaals de mensen die betrokken zijn bedanken voor de uitleg. We gaan een aantal keer komen op het veld. Wanneer we in Paramaribo bezig zijn, gaan we daar ook zo'n informatiesessie organiseren. Zodat de mensen van Paramaribo-Waneke ook geïnformeerd kunnen worden over dit project. En als er klachten zijn, dan hoop ik dat die goed behandeld worden. En wij gaan ervoor zorgen, via de media, zeker dat die informatie de burger bereikt. En het ultieme doel is inderdaad ontwatering, maar ook wat de scheefvaart betreft. Ik weet dat deze DC, maar ook deze is van Paramaribo, enorm klagen over het zwaar verkeer. Dat gaan we ook bespreken met het ministerie van Justitie. Hoe met het opschonen van het kanaal we een deel van het zwaar verkeer kunnen afwentelen op het kanaal. Toch? Want het kanaal moet weer onderhouden worden. Ja, toch? Het budget moet van ergens komen. Ja, toch? Dus ik dank de regering ook. Want de Wereldbank deelt met de regering en die ondersteuning moet ook krijgen van de ministers van Financiën, zeker ook van de regering, voor het vertrouwen en geduld. Want de geduld was ook al opgeraakt, laat me niet zeggen, bij de regering. Maar we hebben doorgezet. En vandaag staan we hier voor dit prachtig project, voor de samenleving, voor de gemeenschap, vooral voor Saramaka, Paramaribo en Waneke. En er is nog meer op planning wat ontwatering betreft, maar dat hoort u in andere gelegenheid. Ik wil ook de OW-mensen van Saramaka, OW-ambtenaren, hoogchef, bedanken. We gaan ook jullie vragen af en toe ook op het zeil te houden. En de ontwateringswerken onder aandacht blijven houden van het ministerie van OW.